Nou, oké. Ik heb afgesproken met Jurgen vandaag. We gaan vandaag de jungle in. Op zoek naar dat rare volkje wat daar zit. Ah, volgens mij staan ze er al. Daar komt de rest aan. Ah, gegroet. Gegroet, Minded. Ah, man. Het is hier nog steeds een beetje een raar gevoel heb ik hier de hele tijd. Ja, nou ja. Wacht maar tot je de jungle ziet. De jungle is pas vreemd. Daar zijn vele verborgen geheimen. En allerlei andere rare dingen, dus we moeten oppassen. Weet je, het geeft hier een beetje een kalme en rustige sfeer. Ik heb het al een keer eerder gezegd, maar het geeft echt een beetje kriebelgevoel hier af en toe. Ah, man. Maar ja, laten we gewoon vertrekken. Ja, laten we inderdaad vertrekken, dat lijkt me verstandig. Oké, mannen, komen jullie ook mee? Ga rustig de jungle in. Ik verwacht niet te veel problemen. De vorige keer dat we ze zagen, waren ze maar met z'n tweeën, waaronder een meisje. Dus ik weet niet, ze zagen er ook uit als monniken. Dus ik verwacht niet dat ze heel erg getraind zijn in überhaupt vechten, als ze dat überhaupt doen. Dus ja, wie weet is het over voordat het begonnen is. Ja, maar ja, je weet het maar nooit. Jullie zien er niet echt heel erg strak bewapend uit ofzo. Dus, Nou, laat je niet misleiden door onze uitstraling. Ja, we zijn goed genoeg bewapend en zeker goed getraind. Het ziet er wel goed uit, maar ik weet niet wat het is. Het mist gewoon dat kleine tikje diamond er doorheen, weet je wel. Net dat kleine, die touch. Weet je wel. Het klinkt heel raar, maar dat is gewoon. Ja, kijk, dat is. Dat is hoe iedereen die je nagel gewoon rondloopt. Dat is hoe het hoort ook. Ik weet het of wij zijn voorbereid, maar wij hoeven niet constant zo rond te lopen. Nee. Zeker niet bij die stam. We willen niet meteen te agressief overkomen. Stel je voor dat ze met meer dan ons zijn, maar ja, daar ga ik eigenlijk niet van uit. Ja, dan heb je een beetje een soort van Kanta Tribo idee. Ik weet niet, heb je daar ooit van gehoord in je Nava? Nou, we hebben maar mondjesmaten berichten gehad van je Nava toen wij in Ljocht woonden. Maar van Kanta Tribo heb ik toen nog nooit gehoord. Ik weet niet of dat een recentelijk Het is eigenlijk al jaren een probleem. Het is alleen recentelijk een iets groter probleem aan het worden. Een iets te groot probleem, om eerlijk te zijn. Ja, dat verklaart een hoop. Oh. Nou, dat doet ons niks volgens mij. Nou. Ofwel, pas op mannen. Ze zijn wel goed getraind. Okay. Ze hebben het wel door. Ja, ik zei het toch. Je hoeft je geen zorgen te maken. Je moet je niet laten misleiden door ons uiterlijk. Nou, de vorige keer toen zagen we ze hier. En ze hier ergens naar de rivier toe. Dus ik denk dat we dat spoor maar een beetje gaan volgen. Rivier? Okay. Want ze waren toen hier ergens langs de rivier gegaan. Want we weten dus niet waar hun dorp precies zit. En we zijn ze ervoor. Ja, we moeten goed op ons hoede zijn. Maar de vorige keer zijn we hier langs gerend en toen is er niks aan de hand geweest. Dus we moeten even terug eigenlijk naar de plek waar we de vorige keer waren. Dus dat was hier zo aan het water volgens mij. Maar gaan we voor een beetje een sluipactie of gaan we gewoon voor een rechte confrontatie hier? Nou, we gaan ze zeker confronteren, want ik wil gewoon weten wat ze hier doen en dat ze zich aansluiten bij ons. Want ik heb geen zin in een onbeheerste stam op ons land die ons onverwacht lastig kan gaan vallen. Dus het is zeker de bedoeling dat we ze gaan confronteren. Maar ik wil eigenlijk eerst een beetje hun dorpje kunnen zien. Want stel nou dat ze echt met heel veel zijn. En misschien toch bewapend, ondanks wat wij hebben gezien. Ja, we moeten natuurlijk niet hebben dat wij een kamp binnenrennen met 20 man. Terwijl wij hier met een handjevol zijn. Als wij willen dat ze zich bij ons aansluiten, kunnen we beter niet te agressief overkomen. Nee, daarom. Dus we gaan rustig op zoek naar hun kamp. En ja, dan kijken we wel verder wat de beste aanpak is. En hoe zij ons ontvangen. Want de vorige keer waren ze niet al te vriendelijk, moet ik zeggen. Dus ze hadden het over alsof wij de vijand waren. Ja, ze wisten heel veel van ons. Daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Want hoe kunnen zij zoveel over ons weten? Misschien weten ze ook wel van je Nava. Oeh, dat zou als ze daar iets van weten, dan zou me niks verbazen als iets hebben met Kant en Tribo. Dan krijg je helemaal problemen. Je weet het maar nooit. Dus we moeten een beetje op ons hoede zijn. Volgens mij zijn we nu bij de vulkaan in de buurt. En ik heb zo het idee. Wij zijn eigenlijk nooit verder geweest dan de vulkaan. Dus het moet haast wel op het achterste deel van het eiland zijn, denk ik. Vulkaan, holy. Wanneer is dit hoe dit eiland is ontstaan? Door die vulkaan of zo? Ik denk het wel. Het is zo'n grote vulkaan en ja, wij hadden in de jocht ook nog nooit gehoord van Fenrin totdat we er zelf heen gingen. Zeg, ik zie hier kippen, hè? Betekent dat jullie ook iets met Atla hebben hier of? Nou ja, Atla is hier, eiland is hier vlakbij. We hebben een beetje contact, handelscontact gehad met hun. Maar voor de rest nog niet. Maar ja, het is net. Oh, ik zie iets. Wat? Ik,
Ik zie een dorpje. Oké. Okay. Laten we... Als we slim zijn, gaan we naar de rechterkant waar die bomen zijn. Rechterkant? We moeten eventjes langs de poort zien te glippen. En snel naar die boom rennen. Oké, okay. Zie je iets? Oké, okay. Go, 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 go. Het lijkt erop dat er nu niemand is. Oké, okay, we gaan hier naar boven. Eventjes hier zo de rand van de jungle in. En dan kunnen we eventjes goed kijken wat er nou in dit dorpje allemaal te vinden is. En belangrijker nog, hoeveel mensen er te vinden zijn. Het is niet groot, dus het zullen er geen 20 zijn. Ja, ik zie daar iemand in het midden staan. Het is ook... Het is als ik zo kijk, het lijkt een beetje op dezelfde manier van bouwen als jullie hebben. Ja, wij hebben oude bouwtekeningen gevonden van dit eiland. En daar hebben wij alles op gebaseerd. Dit lijkt wel de oude bevolking te zijn. Oké, het lijkt me tijd om ze te confronteren. Gegroet! Konnichiwa. Daar zijn we weer. Konnichiwa. Hier. Maar waarom hier? Waarom ons dorp? Ah, wij waren gewoon heel nieuwsgierig naar met hoeveel jullie zijn en waar jullie dan wonen. En het ziet er allemaal hartstikke aardig uit hier, hoor. Bedankt, denk ik. Ja. Mogen we anders eventjes binnenkomen, dat we wat beter bij elkaar staan? Dan kunnen we wat makkelijker praten. Is het er heel laat? Nou, kom maar bij de poort staan. Oké, jongens, laten we rustig naar de poort gaan. Wat een vreemd volkje trouwens, zeg. Hij is nu echt van de... Wat zei hij nou? Konnichiwa of zo? We moeten ze... Ja, ze spreken nou een of andere... Heeft harnas aan. En een vreemde taal. Ik snap er geen zak van. Oké, gegroet. Goed. Konnichiwa. Waarom al die wapens? Het is een gevaarlijke jungle hier, maar... Waarom heeft hij harnas aan? Ik heb helemaal niet zoveel aan. Nee, ik voel ook een negatieve energie rond hem. Negatief? Misschien wil jij een negatieve energie hebben? Rustig aan. Niet over zijn gezicht praten, dat ligt gewoon. Negatieve energie. Je moet uitkijken, mannetje, met je snor. Komt hij hier überhaupt wel vandaan van het eiland? Nee. Hij is hier op bezoek. Hij is gewoon op visite. Dus hij komt dan gewoon gaat hij meteen kijken. Mee naar ons dorp. Het stond toevallig op de planning van vandaag. En hij is nieuwsgierig. Hij wil graag nieuwe mensen leren kennen. Is dat niet zo, Minder? Ja, ik wil alle eilanden hier een beetje verkennen. Maar ik hoef dan niet dit soort grote mondopmerkingen hebben hier. Die hoef ik niet. Ja, dan vertrek je toch? Maar trouwens, met hoeveel zijn jullie hier eigenlijk in dit mooie dorpje? Want ik zag zo'n 4, 5 huizen. Ja, dat is eigenlijk alles. En we hebben dan nog een goeroe, maar die is op dit moment niet aanwezig. Goeroe, oké. En jullie hadden al van ons gehoord? Ja, maar dat was ook van onze goeroe, maar die heeft het van een spirit gehoord. Een spirit? Dat klinkt interessant. Die had het over kwade mensen uit het oosten. Oké. Maar wij hebben niks kwaad in bedoeling, hoor. En... die spirit, je hebt er niet mee gesproken natuurlijk, maar... Nee, alleen onze guru. Want wij hebben namelijk ook last gehad van een spirit en die was allesbehalve vriendelijk. Nou, ja, deze klonk niet heel vriendelijk, maar we namen de waarschuwing wel serieus. Oké, maar wij hebben echt geen kwade bedoeling, hoor. Sterker nog, wij kwamen hier eigenlijk... Om aan te bieden dat jullie gewoon bij ons kunnen komen wonen. En dat we elkaar kunnen helpen dit eiland veilig te houden. Nou, waarom zouden we dat willen? Onze stam leeft inderdaad al jaren veilig hier gescheiden van andere mensen. We wachten eigenlijk tot iets uitkomt wat ons jaren geleden verteld is. Ik weet niet veel zeggen, hoor, maar als ik heel eerlijk moet zijn... Ik weet, je kan het beste gewoon bij Jurgen en zo gaan wonen. Maar als ik hier zo om je heen kijk, jullie enige bescherming hier is een bos. Stel je voor, er komt een groep wolven of zo. Die kan het hele dorp hier al uitmoorden. Hier bij deze mensen ben je echt veilig. Dat weet ik wel. Wat zijn wolven? Wat zijn wolven? Beesten die je vermoorden, dat zijn wolven. Ja, maar hij heeft wel een punt. Het feit dat hij hier is, geeft al aan dat dit eiland niet langer een geheim is. Er zullen vast wel nog meer mensen hier komen. Maar wat voor oude voorspelling dan? Want misschien zijn wij wel die oude voorspelling. Nou,
jaren, eigenlijk al wel eeuwen geleden, is er verteld dat er ooit mensen op het eiland zouden komen en een keizer die de orde zouden herstellen. Okay. Maar dat zouden vredige mensen zijn. Nou, wij zijn best wel vredige mensen hoor. Wat wij tot nu toe hebben gehoord, klonk nog niet zo aardig over jullie. Ja, maar dat is van die spirit. Het zou best wel eens kunnen zijn. Hij heeft ook een hele akelige ervaring gehad met een spirit hier. Die ook probeerde hem op te stoken tegen ons. Maar als hij ons kan vergeven, dan kunnen jullie dat ook wel. Als jullie ons echt leren kennen, dan zullen jullie merken dat wij helemaal niet de slechterik hier zijn. De spirits zijn altijd goed voor ons geweest. Ze hebben ons nooit bedrogen. En wat nou als het de slechte spirit was? Echte spirits? Ik ga ervan uit dat de goeroe vooral het contact heeft met de spirits. Ja, eigenlijk wel. Ik ben gewoon de leider. Hij is voor het spirituele. Ik merk het al. Maar er zijn dus twee spirits. Ah, ik word helemaal gek van dit spirituele gelazer. Het is echt. Het slaat gewoon nergens op. Ik krijg er gewoon koppijn van. Deze mensen die blijven me beledigen. Voor hetzelfde geld hak ik hun kop eraf. Ik moet me gewoon inhouden. Dit is, als ik hier nu iets fout ga doen, dan heeft koning Jamal straks ook helemaal niks meer hieraan. Gewoon inhouden, die woede. Gewoon inhouden. Ja, precies. We moeten het wel echt aan onze guru vragen. Ja, maar moeten we wel in overweging nemen dat hij gelijk kan hebben? Ja, zou kunnen. Stel dat het echt zo is. Ik snap überhaupt niet waarom jullie luisteren naar een guru. Wat is dat voor... spookjes en weet ik veel wat. Het is een raar eiland, maar ik verstap niet waarom jullie luisteren naar iemand die zegt dat hij contact heeft met spoken. Doordat... Eén, het zijn geen spoken, het zijn spirits. Spoken en spirits, wat is het tweede, verschil? De spirits zijn altijd goed voor ons geweest. Daardoor hebben wij dit kunnen opbouwen zonder ooit problemen te hebben gehad. Ja nou en, de goden in Midisi zijn toch ook altijd goed geweest? En op een gegeven moment gingen ze ook allemaal de boel op naaien. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar spirits zijn anders dan goden. Maar weet je wat we doen? We komen anders wel een keertje terug als die guru er weer is. En dan komen we wel een keertje praten. Dat lijkt me verstandig. Het uit de hand loopt. Dus gegroet. Leuk jullie wat beter te leren kennen. En hopelijk kunnen we dit vriendelijk afsluiten een andere keer. Dat zou inderdaad wel fijn zijn. Ja. Nou, Mindert, kom. Ja, gaan wij weer. Dan heb je dit stukje voor je kaart af. En dan gaan we snel weer verder. Ik vertrouw er helemaal niks van, deze mensjes. Ik snap er ook helemaal niks van. Waarom ga je luisteren naar een guru? Kom op, zeg. Ik ga niet luisteren naar die guru. Dat was ik niet van plan. Maar als ik het zo hoor... En als ik ze zo bekijk... Ze zien er niet agressief uit. Ze zien er ook niet uit alsof ze ons aan zouden kunnen. Ze zien er zwak uit. Ze luisteren... Kijk, luister. Je hebt ook in Ignavia... Je hebt de provincie Ignavia. Daar heb je priesters. Ja? De mensen die luisteren naar die priesters... Hartstikke mooi. Maar die priesters... 90% van wat ze zeggen is gewoon stom gelul. Ja, daarom. Het is een vreemd volk, maar ik denk niet dat ze kwade bedoelingen hebben. En ik denk dat er misschien meer achter de hand is. Meer die spirit die jullie zijn tegengekomen. Ja, die heeft wel echt een hekel aan jullie, hè? Ja, daarom. Dus dit zou echt prima in zijn straatje passen. Om ons weg te krijgen. En daarom ook waarschijnlijk jullie weg te krijgen. Want stel... Jullie komen binnenkort terug met jullie koning en wij sluiten een bondgenootschap af. Dan zijn we sterker dan ooit tevoren. Ja, dan verliest hij natuurlijk nog meer zijn eiland. Dan is het niet zo dat wij hier binnenkort zullen vertrekken. Sowieso, ik snap ook helemaal niet waar... Wolven, weten ze niet wat wolven zijn? Wat leeft hij dan in de jungle? Ja, nou ja, blijkbaar geen wolven dus. Allemaal bloemetjes en leuke vlindertjes of zo. Is het alleen maar, zonneschijn hier en regenbogen? Nou ja, we hebben net die... Heel erg, ja, blind voor alles wat er om zich heen gebeurt. En het lijkt ook dat ze niet willen beseffen dat de wereld aan het veranderen is. De goeroes, ik heb er niks mee. Ik heb er helemaal niks mee. Nee, dat snap ik. Maar ik hoop dat u in ieder geval de jungle goed in kaart heeft kunnen brengen en nu. Ja, ik heb dat dorpje. Ik heb de naam heb ik even opgeschreven nog. Maar ik moet nog wel even binnenkort even hier nog een tijdje nog door blijven kijken wat hier allemaal nog zit. En dan kan ik ook weer weg hier. Ja, precies. Nou ja, dit jungle eiland is in principe niet veel groter dan wat u net heeft gezien.
Maar ja, het hoofdeiland is nog wel te verkennen. Dus daar willen wij u graag bij helpen. Dus geen enkel probleem. En dan binnenkort, als u terugkomt met de koning, dan kunnen we misschien nog een mooie blijvende afspraak daar aan achter aanhangen. Ja, dat vind ik wel goed. Maar ik meld het wel wanneer ik weer vertrek. Ik ga denk ik zelf nog even hier even een ander hoekje, een ander bochtje om. Dan kan ik hier zelf nog even de boel gaan verkennen. Kijken of ik nog misschien een andere van die rare goeroestambietjes tegenkomt. Oh ja, je weet maar nooit. Het zou me niks meer verbazen naar deze vreemde dagen. Nou ja, nou ja. Ik weet niet waar jullie heen gaan, maar ik ga hier links. Ik ga denk ik daar dat heuveltje over. Ga ik daar de boel bekijken. Ja, dan zien we u vanavond wel weer in de stad. Ja, gegroet. Goed. Het blijft nog steeds een interessant land. We moeten echt kijken wat er gaat gebeuren hier nou mee. Want ik denk dat ik Shemal hier gewoon over laat oordelen. Laat ik nu maar gewoon even op pad gaan. De boel verkennen.